En de drukte die dagelijks te zien is bij de afdeling vervoer van het ministerie van Onderwijs aan de Jesserunstraat is te wijten aan miscommunicatie van studenten en leerlingen naar de ouders toe. Dit zegt Harriette Garconius. Zij is hoofd van de afdeling schoolvervoer van onderwijs. De registratie en herregistratie voor de districten is sinds 5 augustus begonnen. Garconius kan zich niet voorstellen dat er dagelijks toch een drukte is aan de Jesserunstraat. Daarvoor konden de leerlingen, de studenten, de leerkrachten de registratie doen via de scholen. Mm-hmm. Maar men heeft zich niet eraan gehouden. Oké. Dus je hebt dan de herregistratie en de registratie op dit moment bij ons. Het gaat om leerlingen die al eerder met de bus reden en de leerlingen die nu gebruik zullen maken, dus de nieuwelingen. Jawel. De bussen die reden niet, dus men kwam niet optimaal naar kantoor om te registreren. Mm-hmm. Nadat de bussen, ik denk, vanaf maandag is de drukte dan op kantoor begonnen. Garconius maakt zich ook zorgen omdat de mensen zich niet houden aan de COVID-maatregelen. Ondanks er een beroep op ze wordt gedaan om de 1,5 meter afstand in acht te nemen, gebeurt dat niet. Kom op tijd. Had je zaken op tijd gedaan of had je het via de school gedaan, dan hadden we dit niet. Maar men houdt zich helemaal niet aan de COVID-regels. Je legt ze 's morgens uit, je stapt uit de auto, je geeft ze instructies hoe ze moeten staan. Armlengte, mondkap op. Mevrouw Sifra, ga je naar boven en kom je terug? Men staat dicht op elkaar. Het personeel is continu bezig met die mensen. Continu zijn we bezig met ze. Maar men luistert niet. Niet omdat de COVID-gevallen minder worden, dan moet je je niet meer eraan houden. Natuurlijk niet. We moeten het voorkomen. Ze moeten ook hun benodigdheden, de juiste benodigdheden bij zich hebben. Want je hebt mensen die van ver af komen en ze komen alleen met een familieboekje om dat kind te registreren. We verwijzen ze ook naar onze Facebook-page, Ministerie van Onderwijs. Daar vind je alle informatie. Harriette Garconius, hoofd van de afdeling schoolvervoer van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ze benadrukt dat studenten en leerlingen alle bescheiden bij zich moeten hebben voor de registratie voor het schoolvervoer van 2020-2021.